Long 1. Belangrijk bij het lokaliseren van acupunctuurpunten is dat je het doet aan de hand van bony landmarks en musculaire landmarks. Dat houdt in aan de hand van botpunten die je als referentiepunt kan gebruiken en spieren die je als referentiepunt kunt gebruiken. Nou, om de botpunten goed duidelijk te maken, zal ik eerst voor de longmeridiaan de punten aanwijzen op het skelet. We beginnen met de long 1. Belangrijk bij long 1 is het processus coracoideus. Dat is het botpunt wat hier zo te zien is, wat vastzit aan de scapula, dus aan het schouderblad. Andere twee dingen die belangrijk zijn, zijn aan de hand van spieren. En dat is je pectoralis heb je erbij nodig en je deltoideus, maar dat zal ik straks op het proefpersoon duidelijk laten zien. Voor long 1, die ligt hier net onder processus coracoideus. Nu ga ik long 1 op het lichaam lokaliseren. Belangrijk is dat je de lijn hier zo vindt tussen de deltoideus, dus de grote spier hier bovenop de schouder, en de pectoralis major, dat is de grote borstspier. Deze lijn hou je aan. Dan voel je hier vanzelf weer dat je op je processus coracoideus komt, dus dat uitsteeksel wat aan het schouderblad vastzit. Dan ligt long 1 net onder de processus coracoideus. Dus op dit punt, ongeveer 1 chun onder long 2, die hier gelokaliseerd is. Ik zal laten zien hoe die geprikt wordt.